Oasis is de soundtrack uit de jaren 90 van mijn jeugd. Toen ik het voor het eerst hoorde, nou, ik wist niet dat de Beatles weer terug konden komen, als het ware. De melodieën die kwamen weer terug. De vreugde, het plezier, de positiviteit. Over die positiviteit, ja, die, onderling was dat een stuk minder, hè? Zeker wel. De twee broertjes hebben ongelooflijk veel ruzie gehad, eigenlijk hun hele carrière. Via social media hebben ze elkaar ook het leven zuur gemaakt. No members bigger than the band, you know? I'm not a hired drummer or a hired guitarist. I'm fucking Liam Gallagher, you know what I mean? You won't talk to me like shit. Hebben ze eigenlijk jaren gehad waarin het gewoon goed ging? Of is het altijd zo'n knipperlicht geweest? Het is altijd een knipperlicht geweest. Ik ben ook heel benieuwd hoe het dus nu gaat lopen met de reunieconcerten. Of we het überhaupt gaan halen. Maar ja, aan de andere kant is heel veel geld mee gemoeid. Dus ik ga ervan uit dat het goed komt. En zitten er nog veel fans te wachten op die terugkeer? Het is niet normaal, echt. De social media is ontploft toen het bekend werd. Het is toch erger dan Taylor Swift. Zaterdag begint de voorverkoop. Ik ga er niet vanuit dat ik een kaartje kan krijgen. Want het is niet normaal hoeveel mensen zo graag er naartoe zouden willen gaan. Waar kijk je het meest naar uit? Het moment dat ze samen opkomen. En of ze samen opkomen, of dat Liam links komt en Noel rechts of andersom. En dat ze ook zo het podium weer verlaten. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ik hoop dat ze gebroedelijk het podium opkomen. Dat is ook echt fantastisch.